Sidney van Oudonk, hoe kijk jij terug op de eerste anderhalve week van de voorbereiding? Nou, op zich wel met een goed gevoel. Drie oefenwedstrijdjes tegen amateurteams die we op zich, ja, je moet die ook gewoon winnen. Maar dat is gewoon prima gebeurd. En gisteren hebben we wel laten zien dat we een prima team zijn met een 3-0 overwinning op Locomotiva. Wat denk jij wat deze selectie nog nodig heeft? Welke posities? Ja, dat is een lastige vraag. Ik weet niet of ik dat moet gaan beantwoorden, maar ja, je moet gewoon een beetje kijken. Alles moet een beetje dubbel bezet zijn. Dus ja, op linksback hebben we nu Jetro alleen. Dus ik denk dat daar sowieso wel iets nog bij gaat komen. Ja, voorin misschien nog een buitenspeler, denk ik. En voor de rest hebben we nu wel op zich al een redelijk team staan. Hoor. Een jonge selectie. Ja, jij hoort ook bij de jonkies, maar toch, je loopt al ietsje langer mee. Moet jij bepaalde jongens dan ook nog bij de hand nemen? Nee, bij de hand nemen niet, maar... Wat ik ook zeg, ja, bijvoorbeeld gisteren komen aan in Boshoofd en ik heb dat dan al één keertje meegemaakt. Dus dan voor mij is dat dan weer net iets anders. En ik zeg dan wel een beetje hoe het een beetje gaat en hoe een beetje het programma eruit ziet en zo. Dus dat is wel leuk en anders, maar voor de rest is het voor de jongens ook nieuw en gewoon leuk. De eerste training van trainingskamp zit erop. Welke groepsvormde activiteiten staan de komende week nog op het programma? Ja, we trainen in ieder geval vanmiddag nog. Dan trainen we volgens mij de andere dagen ook. En donderdag gaan we volgens mij hebben teamactiviteit in de middag. En wat ik dacht was dat ijskarten. Leuk. En vorig jaar kan ik me nog herinneren, wist jij Greg Lee snel te vinden? Met zijn karaoke en alles. Zijn er dit jaar al bepaalde jongens opgestaan die de sfeer binnen de groep maken? Bepaalde clowntjes? Ja, Nicky die houdt er wel van. Is wel een gekke jongen. Al die keepers zijn trouwens gek, maar dat is wel een goede gast. Maar al die nieuwe jongens wel. Ik kan hem met veel jongens vinden. Ik lig zelf met Finn op de kamer. Kan ik ook nog goed mee vinden. En eigenlijk, ja, ik vind het een leuke groep. Heb jij jezelf nog bepaalde doelen gesteld voor komend seizoen? Ja, natuurlijk. Ja, voor jezelf, je wilt altijd heel veel. Dat zeg ik altijd. Ik wil altijd heel veel. En soms iets te snel. Maar nu ben ik eigenlijk, mijn eerste jaar senioren ga ik nu in. Maar voor mijn gevoel is het eigenlijk al mijn tweede. Dus ik wil meer. En ja, uiteindelijk wil ik dit seizoen wel minuten gaan maken als basisspeler van NAC. Behoort een eventuele verhuur nog tot de mogelijkheden? Nou, op dit moment niet. Ik wil gewoon voor mijn kans gaan, mijn NAC. En ik geloof erin dat dat gewoon mogelijk is dit jaar. En ja, we kunnen na de voorbereiding misschien een maandje verder, kan je natuurlijk meer vertellen. Maar mijn doel is gewoon hier om bij NAC te slagen dit jaar. En een verhuur, daar denk ik nu nog niet aan. Okay. Veel succes erbij en vooral veel plezier op trainingskamp. Dankjewel.